Dit is Sparren met Boris. Een serie waarin Boris van der Vorst gaat sparren met bekende Nederlanders die inspiratie geven voor een gezonde en actieve levensstijl. Mijn gast van vandaag eet en drinkt sport. Suzanne Brummel is Nederlands kampioen open water zwemmen, loopt halve marathons en werkt niet alleen aan een gezond en actieve versie van zichzelf, maar denkt ook aan de rest van Nederland. Met haar website en social media deelt zij eigen ervaringen om anderen te inspireren en te motiveren. Suzanne, je zei net bij de binnenkomst dat het de eerste keer was dat je een echte boksschool was. Ja. Maar ik was wel echt diep onder de indruk van jouw skills hier tijdens het sparren. Ja, dankjewel. Ja. Maandagochtend kom je meestal weer binnen. Hoe komt het zo? Ja, ik ben wel heel sportief. Ik train elke dag. Zowel core als cardio. Dus ik denk dat het wel... Ik denk als je in de basis gewoon heel sportief bent, dat je andere sporten ook gewoon makkelijker oppakt. Ja. Voor herhaling vatbaar? Ja, zeker. Ja, nee, lijkt me echt leuk. Ik heb met heel veel sporten dat ik denk, oh, dat zou ik echt vaker moeten doen. Maar ja, ik train natuurlijk al 7 dagen in de week. Ja. Dus dan moet je ergens gaan snijden. En de sporten die ik nu doe, vind ik ook heel leuk. Dus dat vind ik wel altijd... Ik zou eigenlijk gewoon een week van 15 dagen moeten hebben. En dan kan ik alles doen wat ik leuk vind. Hey, wat mooie bij jou is, en ook hoe je de enthousiasme er weer op inspringt, is dat, laten we zeggen, als je jouw website bekijkt, ik heb toevallig je account gezien ter voorbereiding op het gesprek wat we hebben vandaag. Je maakt echt een enorm positieve en blije indruk. Ja. Dat is echt gewoon wel heel erg leuk en inspirerend om te zien. Maar heb je ook wel eens tegenslagen? Zijn er ook wel eens dingen waarvan je zegt van die tegenzitten? Ja, tuurlijk. Ja, heeft iedereen. En ik krijg soms ook wel te horen van mensen van, het kan toch niet dat je dat altijd leuk vindt? En is toch helemaal niet altijd... Maar het is ook een stukje mindset, denk ik. En dan zijn er wel tegenslagen, maar als je daar op een positieve manier mee omgaat, dan voelt het misschien minder als een tegenslag. En meer als iets van, daar kan ik uiteindelijk alleen maar weer beter van worden. En ja, ik train ook wel eens. Ik heb laatst bijvoorbeeld een half jaar lang na een wedstrijd toegetraind. Ja, daar ben je dan echt mee bezig. En dan ga je, eigenlijk zet je alles op die wedstrijd. Dus je voeding, je slaap. Je houdt er superveel rekening mee. De week van tevoren ga je taperen. Ja. Nou ja, en dan is het opeens 30 graden in Nederland. Dat verwacht je niet. En dan moet je gewoon je doel gaan aanpassen. Want die tijd ga je gewoon niet halen als het 30 graden is. Vol in de zon, start om 11:15 's middags. Ja, dat is een grote tegenslag. Daar baal ik dan echt van. Ja. Maar goed, andere kant, dan zie ik het maar als een mooie training. En ja, dan pak je het toch weer positief op door te zeggen van, gezien de omstandigheden, was het eigenlijk best goed. Maar dat is dan nog echt, laten we zeggen, meer op het sportieve vlak. Hè? Maar stel dan voor, je hebt in het dagelijks leven heb je echt een periode of iets wat heel erg tegen zit. Laten we zeggen, welke rol speelt sporten dan in je leven? Hele grote rol, ja. Ik heb echt wel... laatst ook een ervaring gehad op zakengebied waar ik heel veel stress van heb gehad. Dus dat ik echt gewoon, nou ja, ik zat thuis gewoon te janken achter mijn computer. Ik zat er helemaal doorheen. En ik denk, nou ja, het zal allemaal wel. En dan ga ik een rondje hardlopen en dan duurt het. Dan zit ik er echt de eerste 6 kilometer alleen nog maar mee in mijn hoofd. En dan denk ik, nou, het gaat voor geen meter. En dan blijf ik gewoon doorrennen net zolang tot het zakt, zeg maar. En dan kom ik uiteindelijk wel rustig thuis. Ja. En het is niet dat ik dan helemaal weer top voel, maar... Ik heb het dan wel een soort van een plekje gegeven en kan er dan beter mee omgaan. Ja. Ja, en ik heb ook wel in het verleden gehad dat mijn relatie uitging. En dan ga je ook wel echt door een emotionele nare periode. En dan ging ik gewoon ook meer sporten. En dat helpt mij wel echt. Mooi is dat, hè? Ja, sport is echt, ja, zowel, maar ook als je je blij voelt. Dan, als ik iets wil vieren of zo, dan ben ik super blij. Dan moet ik mijn energie kwijt. Ga ik ook een rondje rennen of spring ik het zwembad in. Ook super fijn. Ja. Maar ja, ook als ik me rot voel. Doel of middel, sporten? Allebei. Allebei. Ja, dat is mooi. Ja. Hey, en kun je in het kort nog even vertellen, van wat doe je eigenlijk allemaal om zo fit te zijn? Ik heb je net dus bezig gezien, ik was onder de indruk. Maar wat doe je er allemaal voor? Ik let op mijn voeding, ik let op de rust die ik moet nemen en ja, veel trainen. En die combinatie van die drie eigenlijk. Want slaap is denk ik wel hetgeen wat mensen vaak vergeten en dat is ook super belangrijk. Of komt mij wel eens hoor. Ja. Natuurlijk, ik ga ook wel eens te laat naar bed. Ik bedoel, het is niet dat ik... vroeger wilde ik heel wat, was ik echt... Mijn droom was om naar de Olympische Spelen te gaan. En toen liet ik echt alles voor. Dus toen was ik echt zo
ja, bijna obsessief met sport bezig. Dat ik moest echt elke avond om 9 uur slapen. En als het dan 9:05 was, dan dacht ik, oh shit, ik ben 5 minuten te laat. Dat heb ik nu niet meer. Ik bedoel, als ik een feestje heb of gisteravond hadden we een barbecue. Nou ja, dan wordt het wat later en dan sta ik vanochtend ja, iets moeier op. Dat is dan even zo. Ja. Maar ik ben er me wel bewust van. Ik denk, wel, oké, vanavond ga ik iets meer op tijd slapen. Want dat is ook belangrijk om het vol te kunnen houden en om het leuk te houden. Want anders dan heb je op een gegeven moment een blessure of iets. Je moet echt naar je lichaam luisteren. En ik denk, als je veel traint, heb je ook gewoon meer slaap en meer rust nodig. Ja, dat is gek, dat is tegenstrijdig. Ik heb zelf periode gehad waarin ik door de geboorte van een dochter, dat ik 2 jaar bijna niet kon slapen. Ja. Die was 's nachts, die kantoortijden had ze niet helemaal door. Dus die was 's nachts dan was ze wakker. En toen was ik op een gegeven moment echt werkbaar. Ik was op het einde van mijn Latijn. En het tegenstrijdige was, wat me toen geholpen heeft, hè, om trainen. Trainen, ja. Sporten. En het was wel, laten we zeggen, veel goed trainingjes, dus circuit trainingjes. Ja. Dus niet uitputtende, want dat ben ik wel met je eens. Als je bijvoorbeeld wat jij doet, hè, als je echt prestaties wilt neerzetten, dan is het natuurlijk wel belangrijk. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het dan even, ben je even weg van huis, kun je even alles gewoon de boel laten. En... Ja, maar dan ben je eigenlijk moe. En dan ga je precies. Heel veel mensen zouden denken, ik ben moe, ik ga op de bank liggen, klaar. Ja. Ja, maar dat is hetzelfde als met mensen denk ik die een hele drukke baan hebben. Ja. En dan de hele dag gewerkt hebben en overgewerkt hebben. En dan komen ze om 8 uur 's avonds thuis en dan denk ze, nou, ik ga helemaal niks meer doen. Ik ga op de bank liggen. Terwijl je kan ook denken van, oh, ik heb een lange dag gewerkt. Ik moet even alles gewoon eruit sporten. Ja. En je hoeft helemaal niet keihard te gaan of weet ik veel, een halve marathon te gaan. Maar gewoon een rondje van 5 kilometer bijvoorbeeld al, kan je enorm, kan bevrijdend werken, zeg maar. Klopt. Ja, dat is mooi. Die ervaring heb ik ook. En... Ja, laten we zeggen, maar op sportief gebied. Je gaf net aan van, ik ben behoorlijk serieus bezig geweest met sporten. Ja. Kun je iets vertellen over wat heb je uiteindelijk bereikt? Het hoogst haalbare wat ik heb bereikt is Nederlands kampioen bij de dames. En ja, ook wel meerdere zilveren bronzen medailles. Bij de jeugd, internationale toernooien, echt nooit gewonnen. Maar fysiek spelen bijvoorbeeld in 2009, 2010 in Portugal met het Nederlands team ook zilver en brons behaald. Ja. Maar niet uiteindelijk die internationale top weten te bereiken, wat uiteindelijk, wat wel mijn doel was. Dus dat en die Olympische droom? Ja, dat is dus niet gelukt. Dat is wel een tegenslag. Ja, dat heeft me ook wel aardig wat tijd en moeite gekost om dat te verwerken. Ja. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja, het is toch iets waar ik echt voor leefde en ook iets waar ik tenminste mijn hele identiteit aan ophing. Weet je wel, dat was gewoon wie ik was. En, ik was hartstikke jong, dus ik zat op school en ik deed mijn VWO en het ging allemaal heel makkelijk. Maar het ging ook makkelijk omdat ik veel trainde en ik dacht, ik moet gewoon goede cijfers op school halen, want dan kan ik blijven trainen. Maar wat ik daarna ga doen, boeien, dat zie ik wel. Ik word toch gewoon zwemmer, punt, weet je wel. Ik had er nooit over nagedacht. Ja. Pas later, toen ik het niet had gehaald, dacht ik, misschien had ik eigenlijk een hele andere studie moeten doen. Want daar heb ik eigenlijk maar gewoon gekozen, omdat ik dacht, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit, want ik ga toch alleen maar sporten. Nee. Dus dat vond ik wel moeilijk, want daarna was ik ook echt zo van, maar... En nu? Maar wat ga ik dan doen in mijn leven? En wie ben ik dan? En wie ben ik zonder het zwemmen, zeg maar? Beetje het zwarte gat. Ja, heel erg. Had ik echt last van. En dan zat ik bijvoorbeeld sportgala te kijken op tv. Dan zat ik echt te janken op de bank gewoon. Omdat ik het echt niet wist waar ik het zoeken moest. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen. Maar je hebt het wel eigenlijk op een geweldige manier nu ingevuld, hè? Dat zwarte gat. Ja. Want laten we zeggen, je bent nu echt een inspiratie volgens mij voor heel Nederland op het gebied van lifestyle, sporten. Nou ja, dat hoop ik. Ja, als je dat zegt, vind ik dat een heel mooi compliment. Ja. Want dat is wel wat ik met mijn kanalen probeer. En vooral wat ik toen had, dat heel erg obsessief met sport bezig zijn en echt alleen maar sporten voor een bepaalde prestatie. Nu wil ik vooral sporten voor het plezier en voor dus de voordelen die je eruit haalt. Dus dat je kan je ook beter concentreren op werk. Je kan niet je als beter middel. Op school. Ja. Ja. En dat vind ik. Super leuk om aan mensen te laten zien. En mensen vragen ook wel eens van, goh, hoe hou je dat nou vol, elke dag trainen? Maar zo zie ik het helemaal niet als, ik moet elke dag trainen of wat heftig. Nee, als je het leuk vindt, dan gaat het echt vanzelf. Ja, dat is mooi. Ja. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar hoe ben je op het idee gekomen om dat eigenlijk onorthodox, hè? Om als voormalig topsporter, om dit op deze manier zelf op te pakken? Nou, het is eigenlijk zo een beetje gegroeid. En vooral ook in het zwarte gat. Ik had heel veel tijd over. Ik zwom 2 keer per dag en dan deed ik daarnaast nog krachttraining en opeens was dat allemaal niet meer. Maar ik moest wel aftrainen. Dus ik dacht, dan vind ik, voor mij mentaal was het zeg maar te heftig om dan te blijven zwemmen. Yes. Want dan ben je er toch elke keer, dan denk je, ik kan eigenlijk nog best wel prima. Weet je wel, als ik nu weer oppak, kan ik nog prima door. Dus ik dacht, dat moet ik niet doen. Ik moet iets anders gaan doen. Nou, toen ben ik van alles gaan uitproberen. Echt van, bijna alle sporten wel geprobeerd. En dan ben ik eigenlijk gaan delen. Want toen ging ik naar de sportschool en toen ging ik een keer een groepslesje doen. Toen ging ik hardlopen en
yoga, van alles. Wat mij ook opviel, is dat je in relatief korte tijd toch best wel wat neergezet hebt, ook met je kanaal. Ja, nou qua ja. Qua bereik. En, ja, het gaat goed. Maar ik ben al wel 4 jaar bezig. Ja. Ja. En heb je daar voor jezelf ook bepaalde doelstellingen neergelegd die je voor de komende periode wil realiseren? Ja, maar niet op basis van bereik of aantal volgers of likes of zo, want dat is ook iets wat buiten jou ligt. Ja. En je bent afhankelijk van een ander kanaal. Ik bedoel, als Facebook weer zijn storing heeft, wat de afgelopen maand best wel een aantal keer is gebeurd. Ja, daar kan je niks aan doen. Dat ligt gewoon echt buiten jou. Maar qua content en qua doelen voor mezelf, ja, stel ik wel deadlines en dingen die ik wil doen op dat gebied. Ja. Ja. Het aardige is dat je met name natuurlijk sporten doet, hè? Wat ik las. Zwemmen, hardlopen. Mm-hmm. Waarin je vooral met jezelf bezig bent. Ja, klopt. En zoals teamsport of boksen, waarin je de confrontatie met de tegenstander. Dus dat is minder, hè, volgens mij. Nou, dat is wel. Ik denk dat boksen dat zou ook wel iets voor mij zijn, want dan ben je nog steeds individueel bezig, wel tegen een tegenstander. Ja. Maar teamsporten zou ik wel kunnen doen. Maar op dit moment denk ik toch nog wel iemand die heel graag wil winnen, zeg maar. En toch wel traint voor. Voor het plezier in eerste instantie, maar ik zou wel willen winnen. En met een team ben je natuurlijk ook afhankelijk van anderen. En wat dat betreft ben ik geen teamplayer. Nee. Ik ben dan echt wel de bitch van mijn team, denk ik. Dat ik echt mensen. Ja, als iemand het dan niet goed doet, dan kan ik wel, denk ik, aardig een boze opmerking maken of boze blik uitdelen. Dus dat. Dat kan de rest misschien wel weer op scherm zetten. Ja, ja. Ja, kijk, zoals met bijvoorbeeld als je een familietoernooi hebt of zo, superleuk. Dat vind ik alleen maar grappig, weet je wel. Ja. En dan ga ik er ook in totaal van af, maakt allemaal niet uit, superleuk. En speel ik de bal gewoon naar de slechtste speler, weet je wel. Maar als het echt voor, je zit met een team en je wilt winnen, dan zou ik bijvoorbeeld, ik drink bijvoorbeeld geen alcohol. Maar stel dat andere mensen in jouw team dan de avond van tevoren naar de kroeg gaan, ja, ik zou dat niet kunnen handelen. Ik zou dan echt boos worden van, ja, what the fuck, we hebben morgen een wedstrijd, wat doe je nou? Ja. Dus ja, dit. Maar laat me zeggen, de enige voordeel wat van zo'n team is, want ik doe toevallig voetbal zelf ook, naast boksen. Ik herken wat je zegt, dat je soms daar wel van kan balen. Of best makkelijk afzeggen voor een wedstrijd, want toch de bedoeling is dat je samen met elkaar een mooie prestatie neerzet. Alleen de gezelligheid eromheen zou je kunnen missen. Nee. Van de lekkere muziekje in de kleedkamer vooraf, een beetje dol. Maar dat is dus wel grappig, want in die zin is zwemmen en wat ik nu ook merk met hardlopen, is eigenlijk ook echt een teamsport. Want dan werk je ook gezamenlijke training af. En als je bijvoorbeeld lange duurlopen doet van verder dan 20 kilometer, dan doe je dat samen in een groepje. En dan ben je ook gewoon gezellig aan het kletsen en daarna nog even een drankje doen. En in het zwembad ben je natuurlijk altijd samen in de kleedkamer, samen douchen. Dus dat is ook gewoon super gezellig. Alleen je werkt wel aan je eigen doel en op jouw eigen. Het is ook, ik vind het gewoon heel makkelijk. Als het fout gaat, is het gewoon jouw schuld. Je kan alleen naar jezelf kijken en jezelf verantwoordelijk houden. En ja, dat is wel fijn, vind ik. En het enige wat mij wel lastig lijkt, hè, met zowel zwemmen eigenlijk als hardlopen, is dat sporten zijn waarin je heel erg met je lichaam bezig bent. In de zin van, je focust heel erg op je lichaam. Bij spreken met boksen heb je nog de afleiding dat je met een tegenstander bezig bent. En je bent bij voetballen heb je de bal. Maar bij zwemmen en bij hardlopen voel je alleen maar je lichaam. Klopt. En dat zeg ik even, omdat ook gelet op blessures. Ik heb wel eens gemerkt dat ik bij spreken kleine blessuretjes, die worden vaak bij hardlopen of zwemmen worden die uitvergroot. Yeah. Omdat je er heel gefixeerd bent. Terwijl bij andere sporten heb je nog wat meer afleiding. Ja. En dat helpt echt, kan ik je vertellen. Ja, dat geloof ik wel. Is dat ook jouw ervaring? Ja, maar ik denk sowieso, het is wel grappig, want hardlopen is denk ik een van de meest blessuregevoelige sporten die er is. En zwemmen is wel echt de minst blessuregevoelige. Klopt, in het water minder zwaar. Ja, in het water is het natuurlijk echt low impact, dus van zwemmen kun je eigenlijk geen blessures krijgen, tenzij je grenzen overgaat. En dat is natuurlijk wat er vaak gebeurt, want hoe beter je wilt worden, hoe meer uren je gaat maken. En op een gegeven moment lig je 2, 3, 4 uur op een dag in dat water en dan beginnen die nek en die schouders beginnen toch wel pijntjes. En dan is gewoon de kunst om te zeggen van oké, ik voel wat, ik luister naar mijn lichaam, ik neem rust. En dat is vaak wat niet gebeurt. En hardlopers helemaal. Ja, wat je vaak hoort, runners high of verslaafd en dan gaan ze toch door. Ja. Soms kunnen pijntjes, bepaalde pijntjes, bijvoorbeeld iemand heeft de hele dag op zijn werk gezeten in een kantoorstoel. Mm-hmm. En op het moment dat hij gaat hardlopen voelt hij wat pijn in zijn lage rug. Kan het juist een indicatie zijn dat je zegt van joh, je moet even lekker doorlopen. Je moet het als het ware die stijfheid. Even loslopen. Herken je dat ook? Ja, maar dat is wel iets wat je moet kunnen aanvoelen, denk ik. Ja. Van oei, dit is echt niet goed. Of oh, ik ben een beetje stijf omdat. Ja. Want ik heb bijvoorbeeld gisteren lange duurloop gedaan van 24 kilometer. Aan het einde van de dag. Vanochtend moest ik even loslopen. Ja, dat is niet heel. Ik heb niet enorm spierpijn, maar ik voel wel aan alles dat ik stijf ben. Ja. En dat is een teken van ik moet het even eruit lopen. En dan na 3, 4 kilometer is het weg.
Ja. Maar die stijfheid is echt een andere pijn dan blessurepijn. Ja. Dat herken je op een gegeven moment wel. Dat verschil, dat ja, en zeker ook als je inderdaad een lange dag op kantoor hebt gezeten en je gaat sporten. Warm even 3 tot 5 minuutjes op en ga dan eerst even rekken voordat je begint. Dat is een goede tip. Want je merkt wel dat veel mensen dan denken van, joh, ik heb last van mijn rug, ik moet stoppen met sporten. Ja. Terwijl dat eigenlijk niet het geval is. Nee, niet altijd. Maar ja, bij de meeste recreanten zou ik altijd zeggen, weet je het niet zeker, stop dan vooral. Bij twijfel niet doorgaan. Ja. Want beter een keer te veel extra per ongeluk rust genomen dan dat je wel doorloopt en uiteindelijk een blessure hebt. Niet forceren eigenlijk. Nee, niet forceren. Gewoon nooit. Heb je zelf wel eens echt een vervelend blessureleed gehad? Nee. Ik mag mij een van de weinige gelukkige sporters prijzen dat ik echt nog nooit een blessure heb gehad. Dus weinig op de behandeltafel van de fysiotherapeut? Nooit. Ik ben nog nooit bij een fysio geweest. Wel bijzonder, ja, met zo'n sportcarrière. Ja, en zeker nu ik ook al een half jaar hardloop, want dat was wel, ik ben in januari dan begonnen met hardlopen. Ja. En toen dacht ik van, nou, dat iedereen zei ook al, ja, je hebt altijd zwemmer geweest, dus weet je wel, logisch. Maar ik heb natuurlijk ook altijd krachttraining bij gedaan en echt wel veel getraind. Ja. Dus toen dacht ik, nou ja, misschien komt het dan. Iedereen zegt altijd bij hardlopen, het is niet de vraag of je een blessure krijgt, maar wanneer. Maar wel bijzonder. Ja, ik heb het heel rustig opgebouwd, want conditioneel zou ik prima in staat zijn om bij wijze van spreken al vanaf het begin 7 keer per week te gaan lopen. Maar hebben we bewust niet gedaan en gezegd, we beginnen met 3 keer in de week. Dat is echt genoeg voor iemand die dat niet gewend is. Maar wat is dan het geheim van het blessurevrije leven van Suzanne? Ja, het luisteren naar je lichaam. Echt luisteren naar je lichaam. Plezier, denk ik. En plezier, ja. Tuurlijk, ja. Als het geen plezier is, dan... Nee. Maar wat in dat kader, wat me ook opviel, is dat je jezelf ook wel een oude ziel noemt. Kun je dat nog eens toelichten, ook in relatie tot sporten? Nou, ik ben niet iemand... Kijk, vroeger trainde ik natuurlijk voor een doel en was ik daar heel erg bewust mee bezig. En ging ik ook niet stappen, weet je. Dan word je op een gegeven moment 16 en dan gaan de meisjes uit je klas gaan naar jongens kijken. En dan gaan ze uit en dan zijn ze voor het eerst dronken. En ik vond het altijd op maandag als ik dan op school kwam heel erg leuk om al die verhalen te horen. Maar het interesseerde me eigenlijk niet echt. Nee. Tot ik natuurlijk op een gegeven moment stopte. En toen was er voor mij dat gat waarin ik dus dacht, oké, nu kan ik in principe alles gaan doen. Kan ik gaan drinken, kan ik dronken worden. Nee. En ik heb dat ook wel geprobeerd, gewoon, weet je wel, te gaan stappen en te gaan drinken en zo. Ja. Maar ja, het is het gewoon niet voor mij. Ja. Weet je, dan word je op zondag wakker om 12 uur of zo, helemaal moe en brak. En dan denk ik, jeetje, ik ga liever gewoon een rondje hardlopen. En dan vind ik veel fijnere zondag. En ja, ik heb gewoon ontdekt door het gewoon uit te proberen. Ook naar festivals gegaan, weet je wel. En helemaal tot het einde gebleven, naar afterparties. Nee, daar is het gewoon niet voor mij. Dat was niet jouw wereld. Nee, ik zit ook gewoon het liefst, dan zit ik gewoon s'avonds op de bank met een kopje thee. En dan ja, ga ik op tijd naar bed. Dus misschien, want sommige mensen vinden dat heel saai. Of zijn omdat ik van, jeetje, je gedraagt je nu als een oma van 70. Maar ja, ik vind dat gewoon prettig. Dat bedoel je met die oude ziel? Ja, dat is gewoon, ja. Ja, vooral als je 15, 16 bent. En dan ben je toch ook nog wel een beetje in die onzekere periode. Vind je het belangrijk wat andere mensen van je vinden? En dan ga je wel eens mee naar de kroeg, maar dan heb je voor jezelf besloten, nou, ik ga geen alcohol drinken en ik ga op tijd naar huis. Nou, sowieso krijg je dan eerst 10 keer te horen van, oh, wil je echt niks? Oh, we hebben toch een wijntje voor je besteld. En dan moet je dus, dan heb je het op een gegeven moment in je handen en dan moet je toch beslissen van, ik ga het niet opdrinken. En dan krijg je natuurlijk wel opmerkingen naar je hoofd geslingerd en het gebeurt 10 keer, het gebeurt 20 keer. Maar op een gegeven moment weten ze het ook wel en dan is het goed. Maar ik heb ook wel meegemaakt dat ik bijvoorbeeld niet in bepaalde WhatsApp-groepen van vriendinnetjes zat. En dan hoorde ik maandag dat ze met z'n allen, maandag als we dan weer op school waren, zeg maar, dat ze met z'n allen waren wezen stappen. En dan was ik dus niet uitgenodigd. Toen, ja, dan zit je daar best wel mee. En dan denk je van, nou, ik ben niet uitgenodigd, weet je wel, vinden ze mij dan stom. En dan hoor je later van, ja, maar jij was toch niet meegegaan. Dan denk ik, ja, dat is misschien wel zo, maar je voelt je dan toch wel rot op dat moment. Maar ja, dat soort dingen gebeuren. Dat is wel het gevolg van de keuzes die jij maakt. Hey, en op social media, krijg je met name heel veel leuke reacties, merk je dat? Of krijg je ook altijd wel eens kritiek? Tuurlijk, ja. Dat hoort er ook bij. Maar voornamelijk wel heel positief, dat vind ik echt superleuk ook daaraan. En ja, sommige mensen zijn ook van mening van, alles lijkt altijd maar leuk en positief op social media en er moet wat meer realness zijn. Nou, probeer daar zeker ook... Dat was mijn eerste vraag, hè? Ja, probeer ook echt wel gewoon de realiteit te laten zien. Ja. Maar aan de andere kant vind ik het ook iets heel erg moois, want er is al genoeg narigheid op de wereld en er zijn al zoveel ziektes en oorlogen. En weet je wel, als ik het 8 uur journaal open, dan is het echt het ene negatieve naar het andere negatieve. En dan denk ik, ja, het is ook mooi dat we met elkaar iets positiefs hebben, om positieve dingen kunnen laten zien. En ja, zoveel positiviteit naar elkaar, dat vind ik super mooi.
Kijk, je had zelf niet veel voorbeelden, dat vertelde je net. Hè? Ik heb niet echt, dat vragen mensen wel eens aan mij, van wie is jouw inspiratie? Ik heb niet per se één persoon die mij inspireert. Ja. Maar dat kan de buurvrouw zijn op de hoek die voor het eerst 5 kilometer rent. Dan denk ik, wow, wat goed, weet je wel. Ja. Iemand die gestopt is met roken en dan daarna voor een marathon traint. Dan denk ik, oh, vet goed. En ook dat met Maarten van der Weijden, al die meezwemmers, die allemaal een persoonlijk verhaal hebben. Die allemaal iets hebben meegemaakt in hun leven en dan ja, daar meezwemmen. Dat vind ik gewoon zo mooi. Dat inspireert mij. Gewoon alledaagse dingen. Dat ik in de supermarkt sta en iemand hoor zeggen van, laten we anders een keer voor biologische kip gaan in plaats van voor die proefkip. Denk ik, ja, weet je, dat vind ik mooi om te zien. Of dan vanochtend ben ik aan het hardlopen, zie ik iemand ploggen. Denk ik, het voelt me bijna schuldig dat ik gewoon enkel aan het trainen ben, zeg maar. Denk ik, oh, wat goed dat. Dan gaan mensen hardlopen en dan hebben ze dus een vuilniszak bij zich en dan gaan ze dus alles wat in de berm ligt, gaan ze dus opruimen. Terwijl ze aan het hardlopen zijn. Ja. Super goede training, want het is een soort van interval. Je bent aan het rennen en dan moet je weer stoppen en dan moet je bukken. Een soort van squat, weet je wel. Ja. Dus het is gewoon super goed. Heel functioneel. Op twee manieren. En voor de maatschappij en voor jezelf. Geweldig. Ja. Geweldig. Hey, en heb jij als je, want ik vind het allemaal echt leuk om te horen wat je allemaal doet met. En wat me vooral opvalt is dat de inspiratie ook echt uit jezelf komt en uit het leven, zullen we zeggen, wat je om je heen ziet. Maar je bent daarbij ook wel echt een voorbeeld voor heel veel mensen. Heb je nog echt een soort van gouden tip, waar je zegt van zo kom je gezond en actief door het leven? Zoek iets wat je leuk vindt. En of dat nou een sport is of misschien schilderen of muziek. Als je iets zoekt wat je echt, echt leuk vindt, dan kan je daar je passie en alles in kwijt. En dan word je denk ik vanzelf goed in. Ik denk dat mensen tegenwoordig heel erg leven in beperkingen. Van ja, maar zij kan dat doen, want... Of ja, maar hij kan dat, maar ik niet. Maar hoezo kan jij het niet? Kijk, het kost jou misschien iets meer moeite. Of je zou misschien iets meer stappen daarvoor moeten zetten. Maar in principe, jij bent de baas over je eigen leven. Je kan alles doen wat je wil. Ik zeg niet dat je het moet doen. Maar als je wilt, kan je morgen je baan opzeggen. En kan je iets anders gaan doen. Tuurlijk, je hebt hypotheek en financiële verplichtingen. Dus ik zou het echt iedereen aanraden. Maar je moet niet te veel denken in beperkingen. Dus gewoon doe wat je leuk vindt. Wat doe jij over 5 jaar? Vind ik een lastige vraag. Is denk ik ook niet een vraag die ik kan beantwoorden. Vroeger was ik daar heel veel mee bezig, van dit en dat. Maar ik heb wel inmiddels ervaren en geleerd dat het leven altijd anders is dan je misschien plant. En dat is misschien heel negatief, maar ook wel in mijn omgeving gebeurt dat mensen ziek worden. Dat een van de ouders overlijdt, dat gewoon echt nare dingen gebeuren. En dan kan je een heel mooi plan hebben, maar dan loopt het toch allemaal even anders dan je denkt. Ja. Dus dat is iets, als het allemaal mag en kan gebeuren, dan hoop ik gewoon dat ik nog steeds gelukkig ben. En iets doe nog steeds in de sport, want daar ligt echt mijn passie. En nog meer mensen hopelijk kan inspireren en motiveren. Ja. Maar ja, dan moet je wel gegeven zijn. Ja, nee, dat snap ik. We hebben in ieder geval afgesproken dat je in oktober bij de Ben Brilman morgen... Nou, dat sowieso. Ja, dat lijkt me leuk. Bedankt voor het kijken en bekijk onze website voor meer informatie. Tot de volgende keer.